Het is een heerlijke nazomeravond aan de Krommedijk voor de wedstrijd tussen de nummers 15 en 16 in de keukenkampioendivisie. Op dit moment Dordrecht 15e, 5 uit 4. VVV zelfs een puntje minder. En de terugkeer voor VVV in de keukenkampioendivisie verloopt dus enigszins moeizaam met 4 punten uit 4 wedstrijden. De slechtste start in de eerste divisie voor VVV sinds het seizoen 2002-2003. Toen gestart met slechts 1 uit 4. De opstelling van FC Dordrecht, dezelfde formatie als vorige week zaterdag in Os tegen Top. Daar waar Dordrecht verloor met 3-0. En dat was de eerste nederlaag van het seizoen voor de ploeg van Michele Santoni. Dus met Manners, Van Huizen, Van den Avert en Savastano. Viermans middenveld en voorin Stijn Meijer en de Griek Nicolas Agrafiotis. Met daarachter Schuurman. De opstelling van VVV. Die kent één wijziging, want Sorga is er niet bij. Die speelt vanavond voor Estland tegen Noord-Ierland. En wordt in deze opstelling vervangen door Juri Schrooien. De spoeling is dun voorin bij VVV na het vertrek van Giacoumakis. Sven Braken herstelt van een blessure. En Sorga heeft dus interlands verplichtingen. Scoorde afgelopen week voor Estland voor het eerst in de interland tegen België, die uiteindelijk wel met 5-2 verloren ging. Dordrecht is in eigen stadion nog ongeslagen in deze competitie. 1-1 gelijkspel tegen Jong PSV, 2-2 gelijkspel tegen Jong Utrecht. De eerste helft is onderweg. En laten we hopen dat het net zo'n doelpuntrijke avond wordt als eerder vanmiddag in Den Haag. Dan wordt het in ieder geval een spectaculair duel tussen Dordrecht en VVV. Eerste hoekschop wordt al afgedwongen door Dordrecht. Verdedigd door Brian Coglin, de Duitser. Stijn Meijer misschien wel de langste bij Dordrecht. En die is hier ook dichtbij. Wordt uit balans gebracht. Daar is de volgende valpartij, maar ook die wordt niet beloond met een penalty door scheidsrechter Alex Bos. Meijer ligt nog altijd geblesseerd in het strafschopgebied. En ligt zo'n beetje op de doellijn. Hij komt heel ongelukkig terecht. Dat is één ding wat zeker is. Wordt ook wel gehinderd, maar ik heb het idee dat de bal gespeeld wordt door Coglin. Terug in de keukenkampioendivisie VVV na 4 seizoenen eredivisie. Na de vorige degradatie in 2013 duurde het 4 seizoenen voordat VVV terug was op het hoogste niveau. Kampioen van de eerste divisie in 2017. Goeie kaats, Stijn Meijer. Agrafiotis vraagt om de bal. De paas is goed. De aanname ook. Dan kan het een goal gaan worden. Maar de redding is daar van Lucas Zima. Hele goede aanval. Paas was, dacht ik, van Biberoglu. En de mogelijkheid dus voor Agrafiotis. Ja, paas van Biberoglu, perfect op maat. Redding dus van Lucas Zima. Schrooien moet daar zelf achteraan. En krijgt daar ook de gelegenheid voor van Van Huizen. Roemer vraagt. En dat is een aardig schot van Bastiaans. En zo bijt VVV wat van zich af. Pagoniek. Schrooien. Schrooien probeert het. Met overtuiging geschoten door Juri Schrooien. Aan de andere kant, Agrafiotis. Probeer het maar, Agrafiotis. Jansen. Munsters. Riskante bal. Levert ook balverlies op. Pascu. Geen overtreding van Post. Voordeelregel.
En hier Meijer, hard geschoten. Dat scheelt niet veel. Zo zijn de beide spitsen van Dordrecht in de eerste helft allebei dichtbij een doelpunt geweest. Agrafiotis al vroeg in de eerste helft. En nu Stijn Meijer, die bal wordt nog aangeraakt door Coquelin. Maar het blijft wachten op een doelpunt. Slotfase eerste helft. Hoekschop. VVV, de Graça mee naar voren. Die kan bijna koppen. Agoniek bleef als enige achter. Oh, Roemer mag die bal zomaar aannemen. En volgeven en dan is het raak. Daar is het doelpunt van Smans. 17 jaar, dit is zijn eerste doelpunt voor VVV. En wat wordt er knullig verdedigd door Dordrecht. Vooral door Hulscher. En VVV slaat toe. Kort voor rust. Deze bal is lang onderweg. Moet toch te onderscheppen zijn, zou je zeggen, hier door Hulscher met 10. Maar dat blijkt toch niet zo te zijn. Roemer neemt aan, is snel genoeg om die bal binnen te houden. Slingert hem voor. En daar is Smans attent. Hij zorgt voor 0-1. Zo is het niet zo spectaculair als de laatste keer dat deze twee ploegen tegenover elkaar stonden. Maart 2017, toen werd het maar liefst 5-2. 5-2 voor Dordrecht. Des te opmerkelijker omdat VVV in dat seizoen kampioen werd. En Dordrecht als 19e eindigde. Maar het had dus een hele goede avond destijds tegen VVV met een 5-2 overwinning. Dit is heel riskant. Ja, dit soort fouten hebben we gezien bij het Nederlands elftal gisteren. Het gaat hier ook bijna fout. Stijn Meijer profiteert uiteindelijk niet, maar had dat wel kunnen doen. De Graça, veel te laconiek, dacht dat wel eventjes zo op te kunnen lossen. Meijer, Agrafiotis, altijd wel aanspeelbaar. Dat blijkt ook hier weer. Wat dat betreft doet hij veel goed. Maar of dit nou de juiste keuze was om van zo'n grote afstand te proberen. Bastiaans, goed. Langs Van Huizen. Uitstekende actie. Schrooien komt vrij. Bastiaans ontwijkt een vliegende tackle. En misschien doordat die tackle zo hard is, is hij onder de indruk en mislukt zijn voorzet. Volgende kaart is voor Van der Havert. Het is maar goed dat hij niet geraakt wordt. Hier ontwijkt hij Van Huizen. Dat valt allemaal nog wel mee. Maar hier komt Van der Havert invliegen. Als hij hem raakt, kan dat grote gevolgen hebben voor de gezondheid van Bastiaans. Hier is Bastiaans voor VVV. Hoekschop. Munsters geeft voor. En vrije kopkans. Daar zit hij er bijna in. Coquelin, de centrale verdediger, was heel dichtbij. Ternauwernood de redding van Bossin. Het was inderdaad Coquelin die hem binnen had moeten knikken. Meijer. Uitstand. Meijer! Het zag er gevaarlijker uit dan dat het was, want het schot gaat wel ver naast. Micheli. Blessure bij Agrafiotis, maar de wedstrijd wacht er niet op. Roemer, Schrooien vraagt om een voorzet. Roemer, het verdedigd door Van der Havert. Hupperts. Dat had aanvankelijk niet lukte, kreeg hij toch voor elkaar. Roemer. En een hard schot van Pagonik. Heel zwak dit van Mannes, want daar speelt die VVV wel erg mee in de kaart. En bijna bij de tweede paal binnengelopen door Roemer. Goed verdedigd, Savastano. Het verschil blijft 1. Mannes ontsnapt. Dit had zomaar afgestraft kunnen worden. Hier is de hoekschop van Schuurman. Hulscher. Is Hens. Ja, dat is Hens van Bastiaans. Hulscher aangeslagen. Ooit toch een grote belofte bij Twente.
85ste minuut. Hulscher heeft echt wel last. De kopbal was van Huizen. VVV dat nu ontzettend dicht bij de overwinning is. Ja, je weet het nooit. In de extra tijd kan de bal soms eraan vallen. Agrafiotis. Tegenover Simon Jansen. Agrafiotis, goede voorzet. En hier kan hij erin. Oh, geweldige redding van Zima. Daar was hij nog bijna voor Dordrecht. Voor Stijn Meijer. Prima voorbereid door Agrafiotis. En dan tel je hem eigenlijk al. Maar is Zima de held voor VVV. Fantastische redding. Het is klaar aan de Kromme Dijk. Smans, 17 jaar, is de matchwinner met zijn doelpunt in de slotfase van de eerste helft. En dat doelpunt gaat hij vieren met eigenlijk de andere matchwinner, Lucas Zima. Want met die redding zorgt hij ervoor dat VVV aan deze wedstrijd 3 punten overhaalt. Eerste thuisnederlaag van het seizoen voor Dordrecht. Dat na de wedstrijd in Os, nu dus ook thuisverlies van VVV. En voor VVV is er eerherstel na het verlies in de Koel tegen Jong AZ. Wat een mooie redding was dat van Lucas Zima. Eigenlijk het hoogtepunt van deze voetbalwedstrijd op zondagavond tussen Dordrecht en VVV.